Een gitzwart begin van het nieuwe jaar was het, met twee slachtoffers. De twee jongens die worden verdacht van de flatbrand in Arnhem hoorden vandaag een werkstraf tegen zich eisen. Goedenavond. Met zijn pick-up truck reed hij het stadhuis van Nijkerk binnen. Een schreeuw om aandacht waarbij hij volgens justitie wel levens in gevaar heeft gebracht. En nu het leven weer langzaam maar zeker op gang komt, neemt ook de verkeersdrukte toe. Maar echt last van files hebben we nog niet. Sinds die week 13 zien we het elke week weer een beetje drukker worden. De flatbrand in Arnhem in de nacht van oud op nieuw kostte een vader en zijn zoontje het leven. Twee jongens van 13 en 14 jaar worden ervan verdacht de brand met vuurwerk te hebben veroorzaakt, met alle onbedoelde gevolgen van dien. Justitie eiste vandaag een werkstraf tegen de erg jonge verdachten die achter gesloten deuren terecht stonden. Het is 1 uur 's nachts als de 39-jarige vader, 36-jarige moeder en twee kinderen van 4 en 8 in de lift stappen in de flat aan het Gelderseplein. Het gezin heeft de jaarwisseling bij opa en oma gevierd en gaan weer naar huis. Wat ze niet weten is dat er in de portiek van de flat een afgedankte bank in brand staat. Het vuur veroorzaakt kortsluiting en de lift valt stil. Giftige rook trekt door de liftschacht omhoog. De vader en het 4-jarige zoontje komen om het leven. Moeder en dochter raken zwaar gewond. Uren later worden twee verdachten van 12 en 13 jaar opgepakt. De politie kwam ze op het spoor via bewakingsbeelden. De dood van vader en zoon veroorzaken veel pijn, verdriet en onrust in de flat en omgeving. Ook omdat flatbewoners vonden dat er in de flat onvoldoende vluchtwegen zijn. Het was voor alle betrokkenen een gitzwart begin van het nieuwe jaar. Ja, bij de rechtbank in Arnhem staat onze verslaggever Petra Cusé, die de zaak voor ons volgt. Petra, ja, een heftige zaak dus. Je zou kunnen zeggen, maar 60 uur werkstraf geëist. Ja, deze twee jongens die vallen onder het jeugdstrafrecht. En vanaf 12 tot 18 jaar val je daaronder. En eigenlijk is dat jeugdstrafrecht erop gebaseerd om kinderen zoveel mogelijk te beschermen. Ook de privacy, vandaar dat die zaak vandaag achter gesloten deuren werd gehouden. Er mocht geen pers bij zijn, bijvoorbeeld geen publiek. En dat jeugdstrafrecht is er ook op gericht om kinderen zo kort mogelijk te straffen, in de zin van dat ze nog een heel leven voor zich hebben. Er had in principe maximaal 1 jaar jeugddetentie gevraagd kunnen worden. Maar laten we even luisteren naar de officier van justitie waarom het 60 uur werkstraf geworden is. Wij vonden alles overziend dat een passende straf, 60 uur werkstraf, dat doet recht aan wat er gebeurd is. En natuurlijk kan dat leed van twee mensen die overleden zijn nooit worden verzacht of worden weggenomen met geen enkele straf. Hè? Maar we hebben aan de andere kant ook te maken met twee hele jonge verdachten. Die waren 12 en 13 afgelopen oud en nieuw. Het is een enorme impact, maar wij vinden ook dat er een signaal moet komen dat het spelen met vuurwerk, dat kan zulke ernstige gevolgen hebben. Hè. Helaas is dat nu hier gebeurd. Niemand heeft dat gewild. Dat is ook belangrijk om op te merken. En voor die jongens schrijft een werkstraf van 60 uur ook de kans om deze zaak af te sluiten. Zo van, wij hebben iets gedaan wat niet mag. Wij krijgen daar een straf voor. En daarna kunnen wij ook proberen ons leven weer op te pakken. Ja, en de advocaat van een van de verdachten die zei vandaag nog dat hij vond eigenlijk dat er geen werkstraf geëist had moeten worden. Hij had vrijspraak gewild. Want ja, hij zegt, die kinderen die hebben niet kunnen overzien wat hun actie zou aanrichten. De uitspraak in deze zaak is op 29 juni. Dan weten we wat de rechtbank voor een straf gaat opleggen. Petra Cusé, dankjewel. Ja, geen poging tot doodslag, maar wel verantwoordelijk voor het vernielen van het stadhuis. De man die op 6 maart met zijn pick-up truck het gemeentehuis van Nijkerk binnenreed, stond vandaag voor de rechter in Zutphen. Omdat de verdachte wel risico heeft genomen met levens van anderen, eist de officier van justitie vandaag 16 maanden celstraf tegen hem, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Een schreeuw om aandacht. Dat was het volgens de verdachte. Hij was manisch depressief en suïcidaal. Hij wilde dood of per direct hulp. En daarom reed hij op vrijdag 6 maart het gemeentehuis van Nijkerk binnen. De verdachte wilde dood. En als dat niet zou lukken, dan wilde hij hulp. Door op het gemeentehuis in te rijden hoopte hij veel aandacht te krijgen. En hij hoopte te sterven.
Maar hij was niet van plan om iemand te raken. Daarom, zegt hij, heeft hij een tijd lang rondgereden bij het gemeentehuis om er zeker van te zijn dat er niemand in de weg stond. De verdachte praat rustig over zijn daad. Weet dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan en voelt zich schuldig. Omdat hij suïcidaal was, had hij hulp gevraagd bij de GGZ, maar die was er niet direct. Volgens de officier van justitie mag het feit dat er geen hulp beschikbaar is geen reden zijn om zo'n daad te plegen. De risico's die hij nam waren groot, erg groot. Het heeft veel materiële schade toegebracht en het had zomaar mensen levensgevaarlijk kunnen verwonden. Verdachte heeft steeds aangegeven dat het niet zijn bedoeling was om mensen te doden of zwaar letsel toe te brengen. Maar hij moet zich beseffen dat dit wel degelijk een door hem genomen risico is geweest. En mogelijkerwijs heeft hij zich dit ook beseft. Hij reed immers niet voor niets langs het gemeentehuis om na te gaan of het al dan niet rustig was. De officier vindt dat de verdachte nog een aantal maanden de cel in moet. Zijn advocaat wil dat hij gelijk vrijkomt en alleen een voorwaardelijke straf krijgt. Zorgorganisatie Sensire stopt in Voorst met het leveren van 24 uur intensieve zorg. 6 dementerende ouderen moeten hierdoor verhuizen naar een andere locatie. En familieleden zijn geschrokken door het bericht en denken dat een verhuizing grote gevolgen heeft. Ik denk dat het een beetje noodlottig is om dat nu te doen. Ze zijn allemaal in de 90, dus ik denk niet dat je oude mensen zo moet verhuizen. Marianne's moeder dementeert. Ze krijgt op de Bendring 24 uur intensieve zorg van Sensire met nog 5 andere ouderen. Volgens de zorgorganisatie is het echter onmogelijk om deze zware zorg voor zo'n kleine groep in stand te houden. En dat heeft ermee te maken dat die zorg dus enerzijds heel erg intensief is en daarmee ook heel kostbaar, maar ook moeilijk om in te regelen. En dat de groep die hier ontvangt echt heel klein is. Veel kleiner dan op onze andere locaties en dan gebruikelijk is in Nederland. Mijn eerste reactie was eigenlijk boos en teleurgesteld. En ons gevoel was dat het over de centen gaat en niet over de mensen hun zorg die ze nodig hebben. Net als Marianne's moeder zijn veel bewoners van de Bendring in Voorst geboren en getogen. Ze willen er dan ook niet weg. Een groep inwoners probeert er dan ook alles aan te doen om de verhuizing te voorkomen. We hebben in 2014 een concept gemaakt dat mensen oud kunnen worden in Voorst. En kunnen blijven en kunnen doodgaan, hebben we altijd gezegd. En moeten we 100% achter blijven staan. De coöperatie voert momenteel gesprekken met een nieuwe zorgaanbieder. Als blijkt dat hij de zorg over wil nemen, dan kunnen de ouderen in het dorp blijven wonen. En daar gaan we ook gewoon voor. Een drama voor een invalide hotelgast in de Arnhemse wijk Klarendal. De man met rolstoel had zijn invalide bus bij het hotel geparkeerd, maar vannacht ging de bus in vlammen op. De laatste 2 weken leek het juist rustiger te worden na de tientallen autobranden in Arnhem in mei. De invalide hotelgast uit Friesland is te ontdaan om voor de camera te reageren. Ook omdat de man nu geen vervoer terug heeft. Andere hotelgasten en omwonenden spreken hun afschuw uit. Dan denk je toch, waarom? Waarom doe je zoiets? In eerste instantie heb je dan niet zo goed door wat er aan de hand is, omdat je van de achterkant kijkt, je ziet wat rook. Maar nu ik er net zo voor sta, is het best wel heftig. Ik heb vannacht niks gehoord, maar ik zie het hier op straat. Ik schrik ervan. Ik fiets er net langs. Ik denk, wow, wat is hier gebeurd? De brandende bus werd rond 3:30 vannacht ontdekt. Schrok wakker van die grote vlam. Zo hoog was die. Toen hoorde ik ineens mijn dochter roepen. Mam, wakker worden. Ik zeg, er staat de auto in de brand. Dus ik zei, nee hè. Het was heel luguber. Het is net of je in een enge film zit. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Even lekker hardlopen. Dit is doorgaans ongevaarlijk. Maar als je dat in de buurt doet van een buizerd met een nest, dan loopt het wel eens anders af. Ja, ook met die vleugels, hè. Want de eerste keer had ik niet in de gaten, de tweede keer wel. En dan zie je, oh, ik denk, nou, dat heeft mij geraakt, hoor. Er is geen keihard verband aan te tonen tussen bomen die veel grondwater gebruiken en het verzakken van woningen in Zevenaar. Dat blijkt uit onderzoek dat de afgelopen tijd is uitgevoerd. In 2018 werden er 200 meldingen gemaakt van verzakte woningen in Zevenaar. Oorzaak was de lage grondwaterstand. Inwoners wilden graag weten of het vele groen in de gemeente nadelige effecten heeft op de grondwaterstand. Omdat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar was, heeft Zevenaar onderzoek laten uitvoeren. Nu blijkt dus dat er geen hard bewijs is dat bomen een grote invloed hebben op de daling van de grondwaterstand. En toch gaat de gemeente wel iets doen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd dat een bepaald type boom meer water
water onttrekt uit de bodem dan andere type bomen. Dat betekent ook dat je dus gaat kijken op het moment dat je met een herrichting van straten aan de gang gaat. Dat je zegt van nou, die type bomen gaan we vervangen of deels vervangen. Je zou kunnen kijken van waar kun je met worteldoeken werken. Je kunt kijken waar kun je wadi's aanleggen. Dus het is een samenloop van meerdere pakketten die je kunt bekijken. Wat kunnen we dan doen? Na Nijmegen, Arnhem en Wageningen vond gisteravond in Apeldoorn een demonstratie tegen racisme plaats. Ik ben hier vandaag om gelijke behandeling en gelijke rechten te eisen. De protesten zijn overgewaaid vanuit Amerika door de Black Lives Matter beweging. De organisatie verwachtte minimaal 500 deelnemers. Uiteindelijk waren het er zo'n 300. Demonstranten moesten een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. De manifestatie is rustig verlopen. En vrijdag dan is er ook nog een demonstratie, dan in Zutphen. De Veluwse stoomtreinmaatschappij leent een oude wagon uit aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het gaat om een bijzondere Oost-Duitse restauratiewagen uit 1961. Gisteravond is het rijtuig tussen de normale intercities en stoptreinen door opgehaald en naar Utrecht gereden. Het buffetrijtuig is daar de komende tijd te zien in een tentoonstelling die gaat over eten op het spoor. Halverwege november, dan komt de restauratiewagen terug. Iedereen die regelmatig op de weg zit, zal het beamen. Het wordt weer drukker in vergelijking met het begin van de coronacrisis. Er wordt weer meer op kantoor gewerkt en mensen gaan er vaker een dagje op uit. Maar de dagelijkse files die blijven tot nu toe uit. Dit soort beelden hebben we lang niet gezien. Het was namelijk rustig op de Gelderse wegen. En laten we eerlijk zijn, dat was helemaal niet erg. Door de corona is het een stuk rustiger, minder file. Ik kan wel merken dat er mensen thuis werken. Maar dat mag je misschien niet zeggen, maar op de weg was het wel lekker. Dat helemaal goed, ja. In week 13, die begon op 16 maart, toen werden de coronamaatregelen waren van kracht. En toen zagen we echt dat het verkeer afnam met 40-50% op de snelwegen. En eigenlijk sinds die week 13 zien we het elke week weer een beetje drukker worden. En we zitten inmiddels weer zo'n beetje gemiddeld genomen op 90% en het stabiliseert zich iets. Lekker doorrijden, we houden er allemaal van. En ondanks dat het drukker wordt, blijven de files voorlopig uit. Michael Bublé is dat met It's a Beautiful Day. Kijk even naar de situatie op de Gelderse wegen. Geen files, maar dat is eigenlijk al maanden het geval. Ik merk dat er nog steeds ontzettend weinig verkeer op de weg is. Heel af en toe komt er nu een filetje bij, maar het betekent voor de Radio Gelderland luisteraars in ieder geval een extra plaatje. Voor het uitblijven van de files is uiteindelijk maar een klein percentage minder verkeer nodig, zeggen ze bij Rijkswaterstaat. Gemiddeld hebben we nu zo'n beetje zo'n in de ochtendspits 20% minder, in de avond 10%. Dus je ziet ergens zo rond die 10%, vanaf dat moment zie je eigenlijk al dat je geen spitsfiles meer hebt door drukte. Ja, ze hebben er een tijdje op moeten wachten, want waar grote musea alweer een kleine 2 weken open zijn, volgen de kleinere musea mondjesmaat. De angst om vrijwilligers te verliezen is groot. En toch opende vandaag bijvoorbeeld het Noord-Veluws Museum in Nunspeet haar deuren. De opening gaat uiterst gedisciplineerd. Iedereen moet van tevoren reserveren en er mogen maximaal 30 mensen naar binnen. Ook zijn er voldoende maatregelen genomen. Nou, sowieso natuurlijk de 1,5 meter. Het is heel duidelijk aangegeven op allerlei plekken in het museum hoe de looproute is. Dat zijn eigenlijk wel de hoofdmaatregelen die we hebben genomen. Natuurlijk moet iedereen zijn handen wassen. Daarnaast zijn er, voor wie het wil, mondkapjes en handschoentjes. Het publiek is inmiddels al gewend aan alle hygiënemaatregelen. Nou, geen probleem. Dat doe je gewoon, want je houdt rekening met elkaar. Ik heb in mijn tas altijd een tubetje ontsmettingsmiddel. Dus dat had ik normaal gedaan, maar nu is er handschoenen, dus dan doe ik die aan. En dat is een prettig gevoel. Normaal gesproken werken er zo'n 60 vrijwilligers in het museum. Maar vanwege corona is dat nu de helft. Want veel vrijwilligers behoren tot de risicogroep. Die dus in aanraking komen met publiek, waarvan je niet weet of men besmet is of niet. En die onzekerheid die geeft eigenlijk een heel onbestemd gevoel aan het geheel. Aan de andere kant, ja, de blijdschap van open zijn, dat overheerst. Het kan nare verwondingen veroorzaken bij hardlopers of fietsers. De klauwen van een buizerd die zijn nest verdedigt. Ook dit voorjaar is het op veel plekken weer raak. Zo zit er een nest vlakbij camping Goorzicht in Aalten. En de eigenaresse heeft de roofvogel al 2 keer op haar hoofd gehad. Die boom die een beetje op dwars zit, daar zat hij de laatste keer. Is hij groot? Ja, best wel.
Ja, ook met die vleugels, hè. Want de eerste keer had ik niet in de gaten, de tweede keer wel. En dan zie je, oh, ik denk, nou, dat heeft mij geraakt, hè. Dat zeurde er ook meer, dat ik twee plekjes waar het bloed uitkwam. De gemeente heeft via social media gewaarschuwd voor een buizerd in de buurt van de camping. Leden van hardloopgroep De Zandloper rennen voorlopig een andere route. Want aan een buizerd die zijn kroost beschermt, is weinig te doen. Ik ken zelfs verhalen van mensen die onder een boom zijn gaan zitten en thuisgrond bellen. Dus van alles kom je tegen. Ja, maar het is de angst, hè. Ook campinggasten die erop uitgaan, worden gewaarschuwd. Ja, daar moet je wel goed op letten. Ja, maar ik denk zeggen. Ook als ze van achter komen, als ze vleekt, dat ze de vleugel stille houdt, dan hoor je ze ook niet. Nee, je had echt zo roof zien en dan zo afgezucht. En dan pakt hoe even niets. Ja. Dus je moet uitkijken, niet hard vliegen. Het gevaar is binnenkort voorbij als de jongen uitvliegen. Maar tot die tijd helpt dit misschien. Een buizerd, als je die aankijkt, valt hij je niet aan. Dus ik heb een button op mijn pit met oren erop. Ik wil het wel even laten zien. Ja, kijk. Ja. Dus en het werkt. Ja, ik ben nog nooit aangevallen. Het kan ook zijn dat ik niet aantrekkelijk genoeg ben voor hem, maar in ieder geval, voor mij werkt het. Ja, dan nog het weer van Weerplaza. Een bewolkte dag was het vandaag, zoals hier in Beekbergen. Vanavond dan zijn er nog enkele regen- en onweersbuien aanwezig boven Gelderland. En vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en klaart het wat op. Er staat weinig wind en het koelt af naar 12 tot 4 graden. Lokaal komt wat mist tot ontwikkeling. En morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag komen ook weer enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. De maximumtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. En dan waait in de middag een matige noordoostenwind, kracht 3. Kijken we nog even vooruit. Donderdag dan trekken de buien geleidelijk weg en breekt in de loop van de dag de zon weer door. De dagen daarna is er regelmatig ruimte voor de zon. Er kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze app en op onze site onder meer een verhaal over undercover controles bij de horeca in Nijmegen. Verschillende politieke partijen zijn daar geen voorstander van, omdat het leidt tot wantrouwen in de stad. Het hele verhaal leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.